Ja, dit zijn honingzwammen. En er zijn er opeens tientallen. En door de vocht en door de regen zijn die afgelopen week allemaal tevoorschijn gekomen. Een russula, tussen de brandnetels een botercolibia, een heksenschermpje. Ik denk dat hier, als je goed zoekt, op 1 vierkante meter nu, dat je wel 10 soorten gaat vinden. En ik denk dat het hele bos, als je echt goed zou zoeken, wel 500 soorten zou kunnen vinden. Ik heb hem! Dit is het vuurzwammetje, heet hij. Het kan gevaarlijk zijn, want je moet wel weten wat je eet. En deze is giftig? Deze is giftig, het is de groene knolammeniet. Het is een dodelijke giftige paddenstoel. En hier gaan helaas... komen mensen te overlijden omdat ze denken dat ze een andere paddenstoel eten. Ik denk als het nu lekker zacht blijft en ook een hele hoge temperatuur en nog een tijdig geen nachtvorst, kunnen we nog een hele tijd van paddenstoelen genieten. Dus maar op naar die herfstwandeling. Precies. Bedankt voor het kijken naar deze video. En wil je meer van dit soort video's zien? Download dan onze app of kijk op onze website rtlnieuws.nl.